En hallo mensen, top te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in de Carlemester. En ik ben er met een reden. Zoals jullie zien hier is er een soort van kerstspecial. In dit geval is het een supply drop of een rare supply drop, waar je één item uit krijgt elke dag. Zoals je hier ziet, dat is, ben ik bij dag 1. Maar als je dag 1 specialist of dingetje krijgt, dan gaan we even naar extra's, dat is aan deze kant. Krijg jij de oh zo prachtige Sterm Up. Dus dit is een soort van kerst calling card. Krijg je gewoon helemaal gratis even niks. Dit is de Pew Pew. Prachtig. En hier natuurlijk de beta, want ik heb de beta gespeeld. Dus deze krijg je vandaag op dag 1. En dat krijgen we tot, ik meen, tot de 31ste van december 2016. Krijgen wij die gewoon allemaal, krijgen allemaal elke dag zo'n ding. Dus dat is tof. Maar dat is niet het enige wat ze hebben toegevoegd. Ze hebben in ieder geval, zoals jullie al gezien hadden misschien, of als ik dat nog niet verteld, hebben ze allemaal nieuwe wapens toegevoegd. Dus dat is fucking tof. Maar wat ze ook hebben toegevoegd, en dat kan ik nu even niet laten zien, maar dat gaan we zo spelen. Jullie kennen hem wel waarschijnlijk. Genesis wel, dus een hele kleine map in Infinite Warfare op dit moment. Hebben ze omgebouwd tot een holiday map. Nou, wat is daar nou zo leuk aan? Hij is helemaal in kerstsfeer, die gaan we vandaag zeker spelen. Maar wat gaan we vandaag daarin doen? Wat ik jullie als even als tip heb wel geven, dat ik de afgelopen 2 weken natuurlijk video's heb gemaakt over hoe je zo snel mogelijk kan levelen, hoe je makkelijk headshots kan maken, hoe je makkelijk dingen gold kan halen. Ik heb bij de MV4 ondertussen 131 headshots. Dat gaat al best wel lekker. Dan hoeven er dus nog maar 29. En dan heb je, weet je, dan hebben we ze gewoon. Dan hebben we gewoon al een gold camo in dit geval. Deze. Dan doen we deze en dan dit. En ja, je snapt mij. Dan zijn we goed op weg met al die headshots. Maar om lekker snel level up te gaan, om al die wapens te kunnen levelen, is het natuurlijk belangrijk dat je snel XP krijgt. En waar krijg je dan sneller XP van? Dan van het level uppen van wapens die nog niet max zijn. In dit geval is dat bij mij, ja, de rec wel, maar in dit geval de KBS Longbow heb ik nog niet max, die is level 8. En natuurlijk de Reaver, die is bij mij level 1. En ik heb heel veel shotguns, deze ook nog niet max, deze niet max, deze ook niet max. Deze ook niet max, deze ondertussen wel max, ja, bijna max in ieder geval. Dit is nog niet max, die niet, dat, weet je, dat zijn wapens dat ik nooit gebruik, deze ook niet. Alleen, eigenlijk zijn alleen de submachine guns en de assault drivers bij mij max. En voor de rest, dan stopt het ook gewoon. Dus speel lekker met, speel met die wapens die nog niet max zijn. Want dan krijg je namelijk, als dingen level up gaan, krijg je gewoon allemaal punten erbij. Het is allemaal gratis, krijg je er allemaal bij. Alles, en wat ook handig is, dat zeg ik echt heel eerlijk aan jullie. Op het moment dat je speelt met wapens waar je eigenlijk normaal nooit meer speelt, gaat je speelstijl echt vooruit. Gewoon dat je met heel veel verschillende wapens speelt. Ook als je een potje op een dag begint met sniperen, dan is je aim gewoon stukken beter. Je kan ervan vinden wat je wil, maar bij mij werkt het prachtig. Moeten jullie zeker eens proberen. Maar wat gaan we dus doen? We gaan lekker een potje met Genesis Holiday starten. Ik ga hem jullie meteen laten zien. En wat ik hier in mijn scherm zie, als ik het te pakken krijg. Niet, wel, niet. Staat in ieder geval links onder in mijn scherm. Dat er mijn nieuwe camo's bij staan, maar die heb ik nog niet. Dus ja, daar kan ik nog niet zoveel mee. In ieder geval, we gaan lekker een potje starten. En daar ben ik dan weer. Ik heb ondertussen al bijna een uur. Een uur en een kwartier, iets richting rond een uur gezocht naar de map Genesis Holiday. Alleen ik krijg hem niet te pakken. Ik kan het ding niet vinden. Het ding blijkt van de aardbodem verdwijnen. Ik weet het ook niet. Het ding is gewoon niet te vinden. Ik weet het ook niet. Dus ik ga in ieder geval, ga ik dan op de map Scorch. Hou je achterhoofd dat jullie de map van mij te goed houden. Ga ik een bommetje spelen. Ik ga proberen een lekker score. Zoals jullie speelt met de MV4. Dus ik ga proberen wat headshots te knallen. En ik volg gewoon de teammates. Fuck, waarom moet ik herladen? Oh. Ik had die kill makkelijk kunnen hebben. Zo jammer dit. Zo jammer. Oké. You no longer have the lead. Huh. Oh mijn god, ik slaan me dood door die guy. Zo. Je hebt geen idee. Sorry man, ik zag jou, ik sprong naar hetzelfde mis. Ja, ik had er geen 20 aan lijkt. Waarom sta jij daar? Geen zin om daar te staan, lekker campen. Ik zie dat Londen kan doen, maar dat kan aan mij liggen. Ik hoop dat het een free headshot was voor mij. Anders weet ik het ook niet meer. Fuck! Ik schrok me dood, man.
Zo. Als jullie trouwens nog benieuwd waren wat er op mijn MV4 staat, er staat een suppressor op een, ik meen, quick draw en grip. Weet ik niet zeker of het is stop, ik weet het niet in mijn kop. En dan nog uiteraard een paar prachtige perks. Zoals in dit geval Ghost niet, ik heb er 30 silence op staan. Oh, sorry. Sorry dat ik jullie schrik had dat je schrijf hartverzakking kreeg, maar het is even niet anders. Fuck! Wat deed je daar? Waarom stond je daar te wachten? Ik zeg. Oh, waarom doet het? Niemand doet er wat aan, hè? Enemy UAV. Als ik zou draaien, dan ging ik dood. Oké, ik ging nu ook dood, maar als ik zou draaien, ging ik nog sneller dood. Campje. Oh, waarom campen jullie met z'n allen? Oh, dat vind ik zo vervelend, hè? Ik ren naar, zoals jullie zien, best wel snel naar de map heen. En als je dan spontaan moet letten op iedereen die aan het campen, is het gewoon heel vervelend. Je moet eigenlijk elk hoekje moet je omdraaien, want ik denk dat daar misschien een camper zal staan. Dat is best wel vervelend. Dus, jongens, alsjeblieft, camp niet. Oh shit, ik heb daar echt een harde zak in gedaan. Oh, mijn claw is ready. Ja. Gast. Dus nu heb ik serieus die manier met oh nee. Ja, het is open neukje dit keer. Je payload gaat heel goed, jongens. Ik zit nog steeds specials, dus ik krijg het niet zo snel uit, denk ik. Natuurlijk, dat is nog even. Dat is nog even gewenning dat ik payload moet zeggen in plaats van. The enemy has a drone package. Ik schrok me dood, man. Ik dacht dat ik daar wat zag. Ga niet met z'n allen campen. Echt, ze campen met z'n allen. Ik zweer, dat maakt me zo boos, hè. Je ziet het echt gewoon. Iedereen die me killt staat zo'n beetje in een hoekje. Of hij komt heel sneaky langs de randjes aanlopen. Heet het zo langs de randjes en... Nee, we lopen niet... Oh mijn god, dit was ook niet eentje. Vies campertje. UAV in your vicinity. Ik weet dus gewoon niet waar ik moet kijken, gewoon terwijl gewoon waar die campertjes zitten. Dat weet ik. Kan ik gewoon niet inschatten en ik ga op die manier gewoon echt een aantal keer gehad ook. Ik kan gewoon niet kunnen inschatten. Vraag me niet waarom ik dat deed, vraag me niet hoe ik het overleefd heb, oké? Oh. Helemaal ingezoomd, helemaal met mijn hoofd ingezoomd natuurlijk. Want dat helpt. Huppatee. Kom dan. Fuck. Oh, dat is echt zo vervelend, hè? Jullie hebben geen idee over hoe moeilijk het is om tegen dit soort mensen te spelen. Oké, dat was mijn fout. Dat geef ik toe. Ze spelen zo raar. Zie je? Ga niet stilstaan in die game. Oh, nu gaat hij nog liggen. Oh, ik zeg het al. Ga niet in die fucking game stil liggen. Als deze map, als deze game het doet was om stil te gaan liggen, hadden ze wel één rechte map gemaakt. Dat fuck gebeurde daar, dat weet ik zelf ook niet, oké? Ik weet het zelf ook niet. Ik weet het zelf ook gewoon niet. Ik was sowieso. Dit is niet legit. Als ik die killcam toen kon terugkijken, ik zweer. Hij heeft een soort auto, een soort van één bot of zo. Nee, teammate. Oh. The enemy launched a counter UAV. Oh, god. Tering. Dit is zo lastig. Kijk mijn score dan. 13 en 21, dat is gewoon niks. Dit is zo lastig.
Dat ging zo snel. Dat is gewoon, dat is, deze guy, oké. Okay. Ik schrok me dood. Dat skill was mooi. Die andere, geen respect voor jullie. Echt, gewoon niet. In ieder geval. Ik vond dit potje wel erg leuk. Ondanks dat we, ja, weet je. We hebben geen prachtige score neergezet. Weet je, dat kan ook niet altijd gebeuren. Je kan ook niet altijd winnen. Ik heb wel salvage bij gekregen. Dat is prachtig. In ieder geval. Ik verheug mezelf wel heel erg op. Kijk. Op de volgende pakketjes die nog gaan komen van de Quartermaster, daar ga ik me heel erg op verheugen wat er allemaal uit gaat komen. Ik hoop wat toffe wapens, wat toffe shit. Dus ziet het allemaal vanzelf. Dus ja, ik wens jullie alvast een hele fijne kerst. Nog geen gelukkig nieuwjaar, want ik heb ondertussen nog een videootje. Want ja, ik heb elke vrijdag lekker een video, check die zeker even. Dus in ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal in de beschrijving of waar dat ook staat. Want ik ben er nog steeds niet uit, ik roep het 3 keer. En ik check het altijd op het moment dat ik deze video maak, ben ik het te lang weer vergeten en dan komt er niks meer van. In ieder geval, bedankt voor het kijken, zeg ik laters, dag en doei.